Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe GeoGuessr. Dat is al een hele tijd geleden en vandaag ben ik met Simon. Wat een feest. Hey. Hey. We gaan GeoGuessr Duel spelen, wat betekent dat het 1 tegen 1 is. We hebben allebei 20.000 health. En je krijgt zeg maar, je health gaat naar beneden op het moment dat jij het verste ervan af zit. En dan hoe verder je ervan af zit, hoe meer health er van je afgaat. Hoe hoger de ronde, hoe meer damage je krijgt. Inderdaad. Dus het is niet dat we heel erg doorgaan, dat we die 200 rondes hebben met 100 HP. Nee, en dit ziet er al veel beloofd uit. Hier inderdaad. Ben ik geweest. Hier ben je geweest, ja. Dit ziet er wel uit alsof dit Simon territory is. Ik zie tekst, maar die tekst die verraadt me. Want dat is niet wat op de tekst staat. Ja, ja. Nee, dat. Ik ben in dat land niet geweest, maar ik kan bevestigen dat het niet daar is. Daarvoor is het te tropisch. Oké. Okay. Heb jij al een gok gedaan of niet? Nog niet. Nou, ik heb een idee. Ik ook, maar ik durf het alleen niet. Nee, zin. Toch proberen. Oh. Ik ben wel bang dat ik helemaal verkeerd ga zitten. Ah! Oh, jij zit veel dichterbij. Brazil, natuurlijk. Ah, ja. Nee, ik dacht, Roma, op zich Brazilië, dat was aan de taal te zien, volgens mij. Ja, ik had punt BR gevonden, maar dat is ja. Dus Brazilië. Ja, ik zag ergens Vienna opstaan. Ik dacht, dit is geen... Nee. Oostenrijk. Nou, hier is gelijk informatie. Oké. Oh. Is dit informatie deel? Nou, dit de scootertjes die zijn verraderlijk. Omdat niet alle landen hebben dat zo. Hier zou ik wel op vakantie willen. Nou, het ziet er wel kleurrijk uit. Ja. Kun je een leuk fietstochtje maken? Precies. Lekker haarspeldbochten. Ja. En op basis van hoe de weg eruit ziet, kun je ook op bepaalde landen laten afvallen. Ja, wie is hier nou de pro? Ik niet hoor. Ja, misschien zeg ik dingen terwijl het misschien helemaal niet zo is, maar... Oh, je kan maar tot een bepaalde... Oh nee, laat me niet. Huh? Een rare bocht in. Ja, inderdaad. Ik ben volgens mij was precies bij dezelfde bocht als jij, denk ik. Waarom? Ah. Oeh, ik had bijna een gelokt op iets, maar toen zag ik iets anders. Wat mij toch van mening doet veranderen met water is. De bewijs is niet heel duidelijk. Jij bent zeker zo'n persoon dat alle vlaggen kent, of niet? Ja, dat wel. Ja, dat helpt wel enorm. Even kijken. Bewoonbare wereld in de buurt. Ik heb wel een idee. Ik zit dus eigenlijk helemaal verkeerd. Oh, what the fuck? Geen Hawaii. Oh, Filipijnen was het. Ik dacht eerder... Niet Filipijnen. Ja, ik dacht zo'n land in de buurt zat ik nog te denken. Want ik zag op zo'n autootje... Zag ik van alles staan. Dus ik dacht, is het Vietnam? Maar was geen Vietnam. Er komt bij mij meteen een land naar boven als ik dit zie. Stereotype. Ja. Yeah. Naaps. Kijk, hier waar ik zijn. Dus die moet je eigenlijk altijd een beetje naar het centrum gaan en dan is het beter te zien.
Maar in het centrum sowieso, ja. Even kijken. Okay. Maar jij hebt natuurlijk niet zoveel gespeeld, je weet hoe je daar komt. Niet op deze map of niet op. Ik heb helemaal niet veel gespeeld. Dat is het hele grap. Je hebt de betaalde versie, dus... Dat is klopt. Die heb ik voor een paar video's gebruikt. En weet je hoe lang dat geleden is? Een jaar, denk ik? Nee, niet 3 jaar, dat is wel... Ik hoopte hier wat te vinden, maar helaas... Ik weet al vrij zeker welk land het is, alleen... Dat maakt het niet heel veel beter. Nee. En ik zie tekst dat me weer helemaal de war maakt. Oh nee. Nou, 30 seconden heb ik nog. Dit is een pure gok hoor, maar anders duurt het zo lang. Ja, dat klopt. Oh, dit gaat... Wat ik nu ga doen, gaat al mijn punten kosten. Behalve als we even op dezelfde plek... in hetzelfde land zitten. Ah. Nou, toch 500 punten, ja. Hotsvlot. Ja. Om te nu te kijken, ik dacht van, het ziet er niet te op. Ik dacht letterlijk al van, zou het zo'n land zijn? Want de auto's zijn te mooi en de weg is te heel. Maar dit gaat een jaar klikken worden. Echt hoor, dit schiet echt niet op zo. Is er geen plaats in de buurt of zo? Dat er een bordje staat van, yo, dit is de plaats waar je in de buurt zit. Ik zie wel een heel groot billboard, alleen de tekst is net niet duidelijk genoeg. Het is ook een plek waar mensen niet van komen, want er zijn foto's van 2013 intussen staan. En ik kom steeds op dezelfde plek uit, lijkt het wel. Geguest. Oké. Ik weet welk land het is. Kan ik nog... Ja, ik denk dat ik helemaal aan de verkeerde kant van de wereld zit. Huh? Oh, er stond LT in plaats van IT. Ik dacht echt, dit is Nieuw-Zeeland of het is de meest basic Midden-Amerika plek. Weer een prachtige plek. Waar zijn we in godsnaam? Ze zijn wel erg verbaasd dat een auto rondrijdt met een camera. Ja, dat kan ik me voorstellen. In dit land, als ik dit zo zie. Mazda zie ik. Oh nee. Dat heb je snel gedaan. Ik ga voor de gok. Ja, dit was pijnlijk. Hé, jij zit dichterbij. Oh, ik zit dichtbij. Oh, laat maar. gele kenteken. Voor welke landen zijn die uniek eigenlijk? Ja, daarom dacht ik ook. In de Filipijnen hebben ze de gele kentekens. Dus ik dacht van, nou. Ik dacht, het zou vast wel een van de Nederlandse eilanden zijn. Maar dat is een healing hond, helaas. Ja. Dat beetje HP-verschil, dat zegt echt net niks namelijk. Wat ook niks zegt, is de plaats waar we zijn. En kut, we kunnen niet verder naar beneden. Dit wordt echt puur gokken, denk ik. Ja, dit... wordt lastig. Je kan inderdaad niet echt verder naar beneden. Dan is er nog een optie om verder omhoog te gaan. Nou nee, ik kom beneden. Oh, je kan daar niet verder naar beneden.
is wel een mooie view. Hier zou je een goede Minecraft base kunnen bouwen. Helemaal als je naar beneden bent. Oh nee. Ik zit nog intens te klikken tot ik op een plek met iets uitkom. Alleen het zit de helft van de tijd. De map is een beetje geglitcht voor me. Uh-oh. Oh, dat was gewoon één hele rare foto. Ik heb vertrouwen in dat ik in het juiste land of in het buurland zit. Ik heb niet geklikt. Wow, dat viel vies tegen. Ja. Oef. Dit zijn de big points. Ik had het trouwens sowieso niet geraden. Double damage. Oei. Het is gewoon een plek om te kijken waar ga je op vakantie. Ja. Heel intens dit. Heel intens dit. Wat is dit? Ik zie die lantaarnpaal. Het is specifiek voor een bepaald land, hè? Dat klopt, ja. Oké, ik weet in welk land het is. Oh nee. Welk land denk je dan dat het is? Nee, ga ik niet zeggen. Want ik weet in welk land het is. For sure, zeg maar. Oh ja, nee, dat weet ik ook. Ik denk dat ik hetzelfde ding heb gezien als jou. Nu moet ik alleen de plaats zoeken. Maar hou je van braadworst? Ik hou zeer zeker van braadworst. Die zou je hier zomaar eens kunnen halen. Ja, het zal toevallig zijn. Ik weet ook in welke plaats we zijn. Ik weet alleen, ik heb geen idee waar die plaats is. Ah, oh, jij zit dichterbij. Het was gewoon een gok, hoor. Weet je? Nee, niet helemaal een beetje. Ik dacht wel, moet een beetje die kant zijn van Duitsland. Het was niet eens in Duitsland. Ach, waar was het dan? Het was in België, in Duits pratend België. Oh, ja, maar dat is zo gek, dat kun je gewoon niet weten. Nee. Oh jezus, gaan de hele sprong vooruit lijken wel. Wat is dit voor een glitch? Het lijkt een heel stuk, het is echt een mini stukje. Ja. Oké, hier word ik echt niks wijzer van. Je gaat gewoon niet vooruit. Ja. Er staat alleen niks op. Nou, er staat ook iets op. Even kijken. Oh, dan moet ik naar een ander paaltje toe gaan. Dan mag je niet zwemmen, blijkbaar. Oké. Ik zeg, mijn topografische kennis is niet zo goed, dus ik ga maar gewoon niet de specifieke plek zoeken, maar globaal dat jij... We zaten allebei relatief dichtbij. Ja. Wow, jij wel dichterbij. Ja. Nou. Nou. Maar zo'n rond als dit, dat kan alles in één keer zeggen. Ja. Ik dacht easy, maar dat valt tegen. Oké, ik weet in welk land het is. Ben je weer een geldexpert? Weet je welk land ze dit bepaalde geld gebruiken dat ergens op staat? Dat niet, maar meer vertel ik niet. Nu alleen nog vinden welke plaatsen zijn. Of zal ik gewoon fast guess doen? Dat ga ik doen, want jij weet nog niet waar we zijn. Hmm.
ben benieuwd. Dit kan zoveel pijn gaan doen. Yep. Triple damage. Oh, dat zeg je. Yep. Ik zat nog redelijk in de buurt. Yep. Hoe wist je dat ik... Op dat bord van waar dat geld op stond, stond ook een e-mail of een site, zeg maar. Ja, ik zag pixels, ik kon daar niet op inzoomen. Er stond .cz. Dus ja, maar dan is mijn internet gewoon niet goed genoeg. Ja. Dit is interessant. Soms is het echt jammer dat je niet in een chauvinistisch land komt, zeg maar. Ah, ik weet waar we zijn, denk ik. Ik zoek alleen of de stadraad is. Echt? Ja. Nou, dan ga ik even verder zoeken, want dan, zo zeker ben ik niet van waar ik zit. Dat we zitten. Oh, waar zijn we? Oké, nu ga ik voor de zekerheid nog heel eventjes het land checken. Want ik weet nu in ieder geval in welke stad we zijn. Ik denk een specifiek land, maar... Nou, ik weet wel vrij zeker welk land het is. En ik zie nog meer bevestigingen dat het land klopt. Oké. Dat betekent misschien wel vlaggen. Amerika... Oh, wacht, ik zeg te veel. Ik denk niet dat het Amerika is. Maar al denk ik nu meer dat het Amerika is. Ja, ik denk toch ergens anders. Maar... Oeh, je hebt... Oeh, welk land is dat? Kut. Wacht. Ik ben niet helemaal zeker van de plek die ik heb aangeklikt, want ik kon niet vinden wat ik zocht. Oh, ik heb de stad gevonden. Oh nee, ja. Huh? Ik zat erop. Kabooming! Winnipeg! Kaboom! Ik zat niet hoog genoeg te kijken. Ik zag heel snel de Canadese vlag en toen laatste ze helemaal op de wietwinkel. Toen dacht ik, ja, dit is Canada. Ja, ik zag net .ca staan, toen ging ik naar Canada en toen zag ik meteen Winnipeg. En ik wist dat we daar zaten. Winnipeg Twinspot zag ik al staan, alleen ik keek net niet hoog genoeg. Helaas. Iedereen verpleerde... Ja, sorry, wat wou je zeggen? Te ver ingezoomd, te ver uitgezoomd. Helaas. Iedereen bedankt voor het kijken van deze video. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet de video op Simons kanaal te checken. Want daar gaan we namelijk nog een video doen. En zie je de volgende keer weer. Adios, amigos. YouTube.